Het is vrijdagmiddag, dus tijd voor Bingo TV! Hallo, wat fijn dat u weer kijkt. Ik hoop dat u er net zoveel zin in heeft als wij, want wij staan te trappelen om te beginnen. Ik ben Paula Udondek en ik ben de gastvrouw van vandaag, of presentatrice, zoals dat dan heet. Wat kunt u verwachten? Waarschijnlijk kijkt u iedere week, maar voor de mensen die misschien net nieuw zijn, 3 rondes bingo gaan er gespeeld worden, waarvan 2 met Marion. Hoi. Onze lieftallige Marion. Ik heb een gesprek met Jan Oosterling, manager van Ontmoetingscentra Florence. En hij gaat de 3e bingo-ronde voor ons draaien of spelen. Of hoe tweede. Dat dan ook heet. De 2e? Er zijn toch 2 achter elkaar die jij dan doet? En dan... Nee. Oh, dat zijn er maar. Sorry, ik doe dit voor het eerst. Echt niet. dat is niet ronde. Waar. Nee, dat is niet waar. Al die tijd, maar dat u dan denkt, ik vergeet wel eens wat. Dat u dat thuis denkt en dat dan blijkt dat ik dus ook wel eens wat verkeerd... 2 rondes bingo zijn het dus, waarvan Marion de eerste doet. En daarna doet Jan Oosterling de 2e. Maar dat doet hij pas nadat ik een gesprek met hem heb gehad over de ontmoetingscentra van Florence. Verder gaat Kees Raad het Woord met u allemaal spelen. Ik doe ook mee en ik hoop dat ik het ook een keertje goed heb. Jean Travis, u weet wel, die gaat weer voor ons zingen. 3 liedjes, dus dat gaat weer gezellig en mooi worden. En we hebben de reactie van de week. En er zijn een aantal hele leuke reacties binnengekomen. En eentje wil ik met u delen. Wij zijn ook allemaal fan van de naam van deze mevrouw. Mevrouw Koffie. Maar dan de Engelse variant. En wij houden ook helemaal van koffie. Zij vindt dat Bingo TV steun biedt en verbondenheid schept. En het maakt coronatijd minder eenzaam. Nou, dat vinden we heel fijn. En mevrouw Koffie die speelt altijd met een groepje vriendinnen. En als ze niet bij elkaar kunnen zijn, dan hebben ze... telefonisch contact. Dus als ze niet bij elkaar kunnen komen, wat ik nu denk dat aan de hand is vanwege corona, dan hebben ze in ieder geval telefonisch contact en dan bellen ze voor de uitzending elkaar om elkaar succes te wensen en na de uitzending om te bespreken hoe de uitzending geweest is en om te kijken wie er dan misschien iets gewonnen heeft. En mevrouw Koffie zou graag een gast zien in de studio die iets meer kan vertellen over diabetes. Dus dat is genoteerd en daar wordt voor gezorgd. De artiesten die optreden zijn allemaal leuk. Jean, steek in je zak. Ja. De muziek is vaak opgewekt en zonnig. En mevrouw Koffie kent zelf ook een goede zangeres. En ze gaat vragen of die hier bij Bingo TV op wil treden. Dus wij zijn heel erg benieuwd wie dat dan is. Nou ja, en Valérie Boulaars wil ik ook graag de groetjes doen. Want die heeft ook een heel verhaal geschreven over dat ze sinds juni kijkt naar Bingo TV. En meestal zijn het oudere mensen die kijken. Maar Valérie is pas 27. Maar die heeft een lichamelijke beperking. En daardoor ja, zit ze toch eigenlijk wel heel erg aan huis gekluisterd. En dit biedt wat soelaas. En ze houdt heel erg van zingen en zingt zelf ook. Dus Jean, ik wil het niet zwaar voor je maken, maar... Zet hem op, hè? Want anders is Valérie misschien wel die zangeres die... Oké. Die mevrouw Koffie. Ja. Maar mevrouw Koffie, u kunt uw vriendinnen bellen, nu alvast. Ook tijdens de uitzending, want u heeft gewonnen. Omdat u de reactie van de week hebt. Dus u krijgt een heel mooi pakket. Boodschappenpakket. En dat wordt thuisgebracht door een van deze lieftallige mensen hier van de BBD. Goed, we gaan naar de eerste ronde van de bingo met Marion. Oké. Goedemiddag, dames en heren. Nou, zoals u allemaal zo onderhand weet, er zijn een paar nieuwe klanten bijgekomen. Dus mijn naam is Marion en ik ga vanmiddag de bingo voor u draaien. Ik zal u even uitleggen hoe die middag in elkaar zit. U heeft van ons allemaal bingo-kaarten thuisgestuurd gekregen met verschillende kleurtjes. Vandaag spelen we met de rode kleur. Let wel, de rode kleur. Wij gaan ook spelen voor een volle kaart. Dus geen hoekjes, geen bovenonder, al die poespas allemaal niet. We gaan gelijk volle kaart. Als u die heeft, als u een volle kaart heeft, kunt u bellen naar 070-364-6661. Als u er niet doorkomt, maakt u zich geen zorgen. U kunt dan na de uitzending tussen 3 en 4... kunt u ook uw bingo nog even doorgeven. Want iedereen die bingo heeft, heeft prijs. We stoppen met de bingo als de eerste beller binnen is. De juistheid van de bingo wordt gecheckt bij het afleveren van de prijs. En de prijzen bestaan uit boodschappenpakketten van €35 en cadeaupakketten. Nou, zoals...
Hoor je de koken weer? Oh, wat erg zeg. Zij van die domdek, Paula. Oh, wat erg. Oh, ik schaam me gelijk kapot. Geef niks. Zoals Paula al zei, we gaan in 3 ronden spelen. Ik doe de eerste ronde. Maar 2 rondes. God, ik ben niet al die namen kwijt. Oh, dankjewel, schiet. Jan doet de 2e ronde en dan doe ik weer de 3e ronde. Dat was je even vergeten. En, ik zou zeggen, we gaan beginnen met de 1e ronde. Veel succes allemaal. En ik hoop dat u ook bingo krijgt. Daar gaan we. Het 1e nummertje. Bernard 4. Bernard 4. Isaac 17. Isaac 17. Bernard 12. Bernard 12. Bernard 3. Bernard 3. Bernard 5. Bernard 5. Otto 65. Otto 65. Even stiekem kijken hoor. Gerard. Nico 39. Nico 39. Ja, ik word ook een dagje ouder natuurlijk. Isaac 27. Isaac 27. Isaac 23. Isaac 23. Gerard 58. Gerard 58. Gerard 54. Gerard 54. Otto 74. Otto 74. Dan moet ik wel even zeggen, het is niet aan me te zien hè, dat ik al zo oud word. Nee. Ah, daar ben we weer. Bernard 13. Bernard 13. Wel veel Bernard. Isaac 16. Isaac 16. Gerard 59. Gerard 59. Nico 41. Nico 41. Gerard 53. Gerard 53. Otto 70. Otto 70. Gerard 48. Gerard 48. Isaac 25. Isaac 25. Bernard 1. Bernard 1. Isaac 26. Isaac 26. Nico 36. Nico 36. Isaac 19. Isaac 19.
Otto, 64. Otto, 64. Isaac, 22. Isaac, 22. Bernard, 8. Bernard, 8. Nou. Bernard, 11. Bernard, 11. Nico, 37. Nico, 37. En dan gaan we naar het laatste nummertje voor de eerste ronde. Nico, 31. Nico, 31. En dan ga ik ze nu even nog allemaal een keertje opnoemen voor u, zodat u het even na kunt kijken. Dat is 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 36, 37, 39, 53, 54. Moet even kijken waar al die dingetjes zitten. Oh, ik heb ook nog een 48, sorry. 48, 53, 54. 64, 65. En de laatste, 74. Dan gaan we nu over naar de gast. Ik zie u dadelijk weer terug. Dank u. Tot zover, Marion. En dan straks weer voor de derde ronde. Zie je, ik had het helemaal niet fout. Marion doet twee rondes, alleen niet twee achter elkaar. Dat bedoelde ik natuurlijk. Maar goed, eerst ga ik in gesprek met Jan Oosterling. Hij is manager van ontmoetingscentra Florence. Hallo Jan. Dag Paula. Wat fijn dat je er bent. Dat vind ik ook, heel gezellig. Ja. Ja. Kan jij in het kort je voorstellen aan de mensen die kijken? Ja, nou, mijn naam is, zoals je al zegt, Jan Oosterling. En ik werk bij Florence en ik ben manager van alle ontmoetingscentra. En alle ontmoetingscentra, dat wil zeggen in het gebied van Florence, waar wij werkzaam zijn, Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Den Haag. Den Haag is natuurlijk ook een grote stad. Ja. Maar, ja. Maar hoeveel Florence zijn er dan? Of zeg maar ontmoetingscentra, want Den Haag heeft er meer. We hebben andere zorgorganisaties, WZH, en die hebben ook ontmoetingscentra's. Ja, dus ja, maar ik bedoel, er zijn meer Florence-gebouwen, toch? Dus ja. In Den Haag. Dus dan heb je ook meer ontmoetingscentra. Nou, het is niet altijd gebonden aan een locatie. Veel al wel, een aantal locaties niet. Okay. Zo zit ik op het Regentessenplein bijvoorbeeld, juist in een wijk- en dienstencentrum. Oh. En zitten we op meerdere locaties gewoon samen met welzijn. En dan heet het Haags ontmoeten. Dat is... En daar komen we misschien straks nog wel op. Ja. Dat is eigenlijk als mensen of ze geïndiceerd moeten zijn of niet. Oké, okay. Ja. Ja, want dat wilde ik. Want ik vraag me dus af. Dus hoeveel centra zijn er dan? 5? Nee, ik heb 17 locaties. 17 locaties. Okay. Maar in Den Haag zijn dat er. Dat kan ik straks wel even opnoemen. Dat is wel leuk om het gebied te laten zien. Misschien is het goed om nu te doen. Ja hoor. Ik zit bijvoorbeeld in de Zonnebloemstraat. Dat is richting het strand, hè, zou ik maar zeggen. Steenhouwer Schaarde, Guldenhuis, Jonker Frans, dat is in de Regentessenplein zitten we in een welzijnsorganisatie. O3, de Zaanstraat, in de Rivierenbuurt. Ja. Daar zitten we ook bij een welzijnsorganisatie en een grote school. De Johan Kamphuisstraat, dat is Benoordenhout. Het Schakelpunt, is de archipel Willemspark. Mariehoeve, daar hebben we jongdementerende in het verpleeghuis ook en met name... En Rijswijk zitten we op de locatie met twee grote plekken op het Julialaantje. Dat is de locatie Westhof. In Voorschoten zitten we Leidschendam, Duivenvoorde, Mariënpark en De Mantel. En nou, daar geef ik nou geen leiding aan. Die meiden zijn echt zo goed dat ze allemaal zelf natuurlijk wel kunnen organiseren die gezellige dag. Maar ik zorg dat zij hun werk goed kunnen doen. Ja. Dus zorg voor de financiën. En de ondersteuning, zou ik maar zeggen. Oké. Okay. Ja. En ja, ontmoetingscentra, denk je, nou, de naam zegt het al. Dat is zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar net zei je,
Je hoeft niet geïndiceerd te zijn, dus je hoeft niet opgenomen te zijn of iets te hebben. Is het voor iedereen toegankelijk? Het zijn dan? Voor. Uiteindelijk is het doel dat mensen langer, dat is ook een beetje het doel van de regering, mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Ja. Dat betekent dat je ook, als het wat zwaarder wordt, ook uiteindelijk een zinvolle dag door moet maken. Als je wat aan het vergeetachtig aan het worden bent, net als mijn collega, Marion, dan. Dat is natuurlijk goed. Nee, maar voor de mantelzorger wordt het dan wel zwaar, zou ik zeggen. En op het moment dat ze natuurlijk dan bij ons in de centrum zijn om te ontmoeten, dan ontlast dat ook de partner. En die kan dan bijvoorbeeld bingo tv spelen. Hier zo, ja, thuis, gezellig maar op de bank. Maar het is dus geen dagbesteding. Dat is. Zo noem ik het niet. Ik noem het allemaal ontmoetingscentra. Ja. En de financiering is soms dagbesteding. De financiering is anders. Dat kan soms met een indicatie zijn, zonder indicatie. Maar ik laat ze ook wel heel erg door elkaar heen lopen, zou ik maar zeggen. Wel fijn. Want het gaat om, je woont in een wijk en het gaat om de ondersteuning die je nodig hebt. Jij of je partner, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. En kunnen mensen daar dan iedere dag terecht? Dat ligt ook een beetje aan wat je afspreekt met wat wenselijk is. Ze kunnen gehaald en gebracht worden met het vervoer. Daarna geeft het goed geregeld het vervoer met de firma Nood. Mm-hmm. Die haalt en brengt ze. En daar regelt de gemeente Den Haag het voor. En op een andere locatie in Rijswijk hebben we eigen vervoer. We hebben zelf busjes aangeschaft. Ja. En soms doen we ook wel met een taxibedrijf mensen halen en brengen. En hoe komen mensen dan bij jullie terecht? Stel dat ze dat willen. Hè? Ik maak dat bekend bij Bingo TV. Dat is een heel belangrijk onderdeel natuurlijk. Welke locaties? Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Nou, maar het is natuurlijk. We hebben heel veel verwijzers in de wijk. Kijk, uiteindelijk gaat het om een hele keten. Ja. Het gaat om de thuiszorg, mensen die mensen tegenkomen. Het gaat over case managers. En uiteindelijk hebben we die weten dus in dat netwerk van waar ze waar die ondersteuning is. Ja. Dus dat zijn wel de grote verwijzers. Met dit soort. Ik maak een grapje Bingo TV, maar dit helpt wel om het een beetje te ontsluiten. Als je een week is 7 dagen in de week, is 7 dagen. Het is best lang als je dat helemaal zelf jezelf moet vermaken. Zeker. We hebben een heel interessant programma op de wat we altijd doen is een warm ontvangst, warm welkom, goede koffie. Lekker. Goede koffie. Altijd wat te vieren. Als je veel mensen bij elkaar hebt, is het altijd wat te vieren. Dus er is altijd wel iemand jarig of er is wat anders te vieren. Carnaval of iets. Dan is het altijd bewegen zit in het programma. Want wij denken, en dat is ook wel een beetje uitgegeven, als je beweegt, dan blijven je vitale delen. En Marion? Kan je ook langer thuis, kan je thuis wonen. Goed eten met elkaar. Oudere mensen eten over het algemeen slecht. Zorgen slecht voor zichzelf. Ze zeggen tegen hun kinderen natuurlijk dat ze lekker gegeten hebben. Ja, dan zijn ze gewoon vergeten. Dat is echt niet waar. Geen zin om te koken. En wij eten altijd belangrijk voor ons. Dat doen we eigenlijk voor bijna voor nop. Het liefst helemaal voor niks. Dus dat is eigenlijk iets cultureels. En erop uit. Dat is nu ietsje wat minder. Ja. Want erop uitgaan is wat minder interessant nu. Omdat heel veel horeca gelegenheden zijn gesloten. Ja. En we moeten toch een keer plassen natuurlijk. Ah, ook dat? Ja, dat kan belangrijk. Dan ook nergens. Nee. Iedereen in de bosjes. Nee, maar de inhoud van het programma is in feite wat we al zeggen. Het is ontmoeten. Het is een zinvolle dag. En het aantal keren in de week, dat kan verschillend zijn. Ja, maar het is wel echt een hele dag dat je er dan kunt zijn. Ja, maar dat kan ook korter zijn. Soms zeggen mensen, ik slaap lekker uit. En ik. Eigenlijk is alles gewoon maatwerk. Het is niet een programma wat we draaien. Het kan, ook als daar mensen bij elkaar komen. Dan is het ook zo dat als er een groepje het leuk vindt om te kaarten of te rummikuppen, is een ander groepje dat niet leuk vindt, die vindt puzzelen of schilderen leuk, dan doen we dat. Okay. Ja. We hebben een club in Den Haag, dat is wel heel interessant. En dat heet, die zit in Willemspark, Archipelbuurt. Die vindt het ingewikkeld om een ontmoetingscentrum, dat klinkt dan zo bingo-achtig, hè, zou ik maar zeggen. Terwijl dat het leukste is natuurlijk wat bestaat. Ja, dat weet iedereen. Ja. Maar daar noemen we het rijke leven. Aha. En het grappige is, daar ondersteunen we de bewoners uit de wijk. De dingen die ze zelf organiseren, die ze zelf bedenken, die ze nog wel leuk zouden vinden, maar het zelf niet meer kunnen opbrengen. En daar organiseren we activiteiten mee. Dan gaan we met elkaar naar het museum, of die groep gaat met elkaar naar het museum. Normaal gesproken, nu is dat nog even weer afwachten. Het is eigenlijk toch? Net weer niet, maar het is daarvoor wel steeds doorgegaan. En straks ook weer. Ja, straks ook weer. Ja. En wijnproevenement is ook altijd goed natuurlijk. Oh, dat willen ze allemaal. Wijnproeven. Wijn is ook goed, rode wijn is goed hè, voor je hersenen. Ja, en je hart en zo, hart- en bloedvaten.
Tenminste, met mate. Ja. Maar hoe gaan jullie dat nu met de coronaregels? Want iedereen wil natuurlijk ontmoeten, maar dan zit iedereen 1,5 meter van elkaar af, stel ja. ik me voor. Minister De Jong die heeft natuurlijk in de vorige sessie, 14 dagen, dat was eigenlijk 3 weken terug al, aangegeven dat we niet meer zouden sluiten. Dus dat is natuurlijk een belangrijke. En wij deden ook onze, we ontmoeten op 1,5 meter afstand. Ja. We vervoeren met mondmaskers en op veilige afstand van elkaar. En dat doen we met heel veel plezier. Want de begeleiders van de groepen, die vinden dat natuurlijk ook het liefst doen. In de eerste lockdown, zeg maar, alle mensen, die moesten wel thuis blijven. Toen wisten we nog niet zo goed hoe we het moesten doen. Ja. En toen zijn wij op bezoek, die medewerkers zijn heel erg op bezoek gegaan bij de bij onze normaal bij de bezoeken thuis. Zij ons. En nu hebben wij hun heel erg bezocht met activiteiten. Oh ja, oké. Okay. Ja. En zingen, is dat ook een activiteit? Of? Ja, in deze periode is zingen natuurlijk. Maar door één meneer mag daar zingen straks, hè? Ja, zo. Maar de optredens, we hebben ook, diverse. Er zijn heel veel kunstenaars die nu een beetje zonder werk zitten. Die heel graag bij ons activiteiten doen. En daar maken we graag gebruik van. Ja. Ja. Ja, als mensen, want het ging natuurlijk best snel, al die locaties. Waar kunnen ze dat nog terugvinden? Of, nou, ze kunnen bij Florence op de site natuurlijk sowieso Florence zoeken. En op Haags Ontmoeten. Dat is eigenlijk een voorliggende voorziening. En daar kunnen ze ook op kijken. Er staan alle locaties bij, want ik noem ze die onder beheer zijn van Florence. Maar er zijn er nog veel meer. De WZH en de andere zorgpartners hebben ook allemaal ontmoetingscentra. Die organiseren ook leuke, niet zo leuke als jullie natuurlijk. Nou, ik moet zeggen dat wij soms ook wel weer naar de concurrenten. Nee hoor, we hebben geen concurrenten. Nee. Mensen moeten lekker kiezen waar ze het lekker voelen. En wat dat in is de belangrijk. Buurt is waarschijnlijk, waar ze makkelijk kunnen komen of opgehaald dat kunnen worden. Dat is het makkelijkste, ja. In de buurt. Ja. Oké, okay, leuk. Is er nog iets wat je, want je zit nu toch voor de buis, zullen maar zeggen, nog iets wat je mee wil geven aan mensen in deze tijd? Nou, dat we hebben het expres al ontmoetingscentrum genoemd. Als je dagbehandeling, dagverzorging noemt, dan lijkt het zo'n afstand te creëren. Terwijl ik denk van, kom eens kijken wat we daar doen. En ik zou zeggen van, ga niet eens aan thuis zitten, zitten wachten. Maar kom bij ons, sluit je aan in de groep. Dat zou ik zeggen. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat u dat allemaal in uw oren knoopt. Sluit u aan bij de groep op veilige afstand. En ga leuke dingen ondernemen bij de ontmoetingscentra van Florence. En het is goed geregeld, want Jan die zorgt daarvoor. Ik zorg voor iedereen. Ja, Jan zorgt voor iedereen. En dan gaat hij nu voor ons zorgen qua bingo ronde 2. Ik moet mijn handschoen aan. De handschoen gaat aan. Ik heb grote handen hoor, dat bedoel. Oké. Okay. Nou, je weet hoe het gaat. Nou, ongeveer. Ja, het gaat goed. Ik zet hier een knopje. Ja. Isaac, dat is Nico 31. 33. Bijna goed. Nico 33. Ik kijk naar het verkeerde lichtje, ik zie het. Bernard 14. Bernard 14. Even kijken, dat is zo. Gerard, 51. Gerard, 51. Otto, 67. Otto, 67. Bernard, 10. Bernard, 10. Otto, 66. Otto, 66. Bernard 2. Bernard 2. Otto 63. Otto 63. Dit is Gerard 52. Gerard 52. Bernard 6. Bernard 6. Gerard 55. Gerard 55. Bernard 15. Bernard 15. Nico 34. Nico 34. Nico 45. Nico 45. Otto 75.
Otto 75. Gerard 49. Gerard 49. Nico 42. Nico 42. Ik hoor niemand bingo roepen. Nee, nog niet. Nee, want als er bingo valt, bel 070-364-6661. Nico 35. Nico 35. Otto 61. Otto 61. Nico 40. Nico 40. Bernard 7. Bernard 7. Even wachten, want ik geloof je bent dat er een. Ik moest, ach jezus, ik ben te ver. En nu? Hoeveel hebben er nu, je bent gewoon 52. Kan ik dat zien? Ja, geen die. Ja. Noem die nog maar even. Ja, deze nog even op. Ja, welke noem ik dan op? Allemaal? 47. Vanaf 47? Nee. Nee, die moet nog eens opnoemen. Oh, oké, dan noem ik 47. Gerard, nee, Gerard 47. Gerard 47. En dan mag je ze nu allemaal. Allemaal. Noemen. Zo. Ja, we houden je wel lekker jeetje, bezig. Jeetje, lekker bezig houden zo. Nou, dat is makkelijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dus niet. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25. 26, 27. Je hebt er wel vaart in, hè? Zo, gaat het goed, hè? Yeah. Maar je blijft actief, hè, bij ons in de ontmoetingscentrum. Oh ja, oké. Okay, ja, nou, dat is natuurlijk, lekker meeschrijven. Dat gaat hartstikke goed. 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Gaat het snel? Nee, het gaat niet snel, joh. Het zijn echt vieve mensen die aan de... Ik hoop het. 38, 39, 41... 41, nee, 61 is het dan, hè? Of heb ik 41? Nou ben ik de weg kwijt. Wat was het? Het is heel ingewikkeld dit week. Bij 41 ben ik gebleven. Ook ja. 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59. Zo, 61, 63... 64, 65, 66, 67, 70, 74, 75. En dat was het. Oké, okay, en die laatste die sla je dan over, die welke je te veel hebt gedaan? Dit was alles. Nu heb je dat alles volgens gedaan. Volgens mij heb ik alles okay. gedaan. Ja. Nou, prima. Ja, u denkt misschien, waarom helpt Paula die Jan niet? Maar ik kan het zelf niet nee, zien vanaf ik, hier. Nee, ik ook niet. Ja. Hey, iedereen blijft zo fief en kwiek bij jullie. Nou, joh. Nee, je hebt het hartstikke goed gedaan. Nou, dat wou ik en ervoor. Het is ook heel goed als mensen zien dat bingo toch... Dat je dat niet zomaar dat uit je mouw is. Dat is dus echt een miljoen, aan miljoen toegetrouwd. Ja. En niet aan precies. Iedereen natuurlijk zomaar laten bingo spelen. Nee, maar ik ben wel blij ik dat deed, je deze het wel leuk om naast je zitten zo. Nou, heel fijn. Op veilige afstand. Ja. 1,5 meter. Dankjewel. Ik hoop dat veel mensen komen. En dat ze het heel erg naar hun zin gaan hebben bij de ontmoetingscentra van dat Florence. Dat hoop ik ook. Nou, dankjewel. Dankjewel, ja. Yeah. Het is tijd voor muziek. En daar is die, Jean Travis. Wat ga je voor ons zingen? Nou, ik zal het je vertellen, Paula. Ja. Paula, wat een mooie naam, hè? Ach, nou. Past helemaal bij je. Ja. Ja, het is een verlengstuk van haar persoonlijkheid. Ja. Sorry, dames en heren. Wat ga ik zingen? Ik heb geen flauw idee. Oh ja, ik ga De Zee voor u doen. Het is een eigen compositie. En het past helemaal in het thema van vandaag. Het gaat over water. En u zult zich misschien afvragen, waar heeft die man de inspiratie vandaan gehaald om een liedje als De Zee te schrijven? Wel nu, ik ben met een waterhoofd geboren, zoals u ziet. Een H2O'tje. En ik wil tevens, we hebben minimaal 3 gasten die kijken, hè? 3 gasten, Paula. Niet 4, maar 3 minimaal. En ik wil graag de groeten doen aan helemaal uit Den Haag, Monique uit Naaldwijk. Mijn zusje Mariana en helemaal uit Helmond, jawel. Mijn vriendinnetje Jacqueline. Nou, voor jullie De Zee. Tuurlijk mag je meewalsen. Ik stel een vraag aan de zee. En de zee antwoordt terug.
met golven als woorden slaat ze tussen ons een brug. Op poëzie van de branding komen wij tot een ontlading. Ik stel een vraag aan de zee en de zee antwoordt terug. Ik lach naar de zee en de zee lacht terug. Met golven als glimlach slaat ze tussen ons een brug. Op de deining van het water komen wij tot een geschater. Ik lach naar de zee en de zee lacht terug. Inhaken, dames en heren. Oh, 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 hoge golven nemen mee. Oh, 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 op je ritme vaar ik mee. Ik dans met de zee en de zee danst met mij. Met golven als armen leidt ze mij. Bij eb en bij vloed houdt ze maat precies hoe het moet. Ik dans met de zee en de zee danst met mij. Ik zing voor de zee en de zee zingt voor mij. Met golven als noten begeleidt ze mij. Op muziek van de branding komen wij tot een ontlading. Oh, ik zing voor de zee en de zee zingt voor mij. Zing maar mee, ook thuis, ja zeker. Oh, 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 de golven nemen mee. Oh, 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 op je ritme vaar ik mee. Ik vrij met de zee en de zee vrijt met mij. Met golven als handen streelt ze mij. En in een wilde woeste branding komen wij tot een ontlading. Oh, ik vrij met de zee vrijt met mij. Oh, ik vrij met de zee, in de zee voel ik me vrij. Wow. Wow. Dank u. Dank u. Intieme momenten met de zee, Jean. Dank je wel. Je bent welkom. Marion, je bent weer aangeschoven. Ja, en ik ga even iets corrigeren. Sorry Jan, maar het is even iets fout gegaan. We krijgen een paar telefoontjes met mensen die zeggen van nummers kloppen niet. Dus ik ga het nu nog even allemaal een keer opnoemen. En dan niet te snel, hè? Nee, mevrouw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67,
70, 74 en de laatste 75. Nu klopt hij dus weer. En dan gaan we gewoon lekker verder. En nu kan de bingo vallen. Oké. Okay. Succes! Isaac, 30. Isaac, 30. Otto, 71. Otto, 71. Isaac, 24. Isaac, 24. Nico, 32. Nico, 32. Otto, 68. Otto, 68. Even kouder hoor. Gerard, 50. Gerard, 50. Nico, 43. Nico, 43. Gerard, 60. Gerard, 60. Otto, 73. Otto, 73. Gerard, 57. Gerard, 57. Zoals u weet, kijk ik af en toe even naar opzij. Monica zit nu aan de telefoon. Om te kijken of er gebeld wordt, hè. Kan elk moment gebeuren. Ja, en u weet waar u naar moet bellen, hè. Noem jij 070-364-6661. Ja. Precies. Dus schroom niet, bel. En win. Isaac, 21. Isaac, 21. Nico, 44. Nico, 44. U weet toch wat u moet doen, hè? U moet dat aanstrepen en zo. Otto, 72. Otto, 72. Na de vorige keer, ja. Otto, 69. Otto, 69. Ogenblikje, want er wordt gebeld. We hebben een bingo. Gaan we even wachten tot het allemaal doorverbonden is. Dat duurt altijd even.
Ja, we horen iemand maar heel zachtjes. Oh, dan moet ja, oh, oh, oké. Nou, nu heel hard. Hallo. Hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Met wie spreken we? We spreken met Monique van Engelen. Van... Oh, dat is een bekende van Jan. Die staat helemaal te zwaaien. Ja, zeker, ja. Hartstikke leuk. Ook van Florence Centrum. Ah, oké, wat goed. Ja. Dus jullie hebben meegedaan en nu dus gewonnen. Ja, als het een goede bingo is wel, ja. Ja, dat wordt pas gecontroleerd wanneer de boodschappen afgegeven worden. Dus je kan altijd Oké. Maar ja, ontzettend leuk. En is dit dan de eerste keer dat je mee hebt gedaan? Ja, wij is de eerste keer dat wij mee hebben gedaan. En meteen prijs. Nou, helemaal is niet te geloven, hè? Ja. We gaan er een heel leuk iets mee doen met z'n allen. Met de boodschappenpakket, als dat het mis. Ja, ja, dat is het. En dan mag je zelf samenstellen of niet? In principe wel, ja. Oh, dus dat wordt allemaal taart en koekjes, denk ik. Allemaal lekkere dingen, toch? Ja, ja, we maken er een mooie lunch van. Ja, want Jan die zei, het is altijd feest bij jullie, dus... Ja, ja inderdaad, dat is waar. Leuk. Vrijdag de 13e, ja. Maar dat is een geluksgetal in dit geval, voor toch? Ons is het een geluksgetal vandaag. Nou, heel erg gefeliciteerd. Nou, het boodschappenpakket komt jullie kant op. Komt eraan. En volgende week gewoon weer meedoen. Is goed. Toch? Gezellig. Okay. En u wordt ook gebeld door Monica of Esther om te zeggen wat er in dat pakket moet. Ja. Oh ja. Dus dat wil ik ook nog even vermelden. En zo die er dan in moeten. Dat, ja. Ja. Oké. Okay. We wachten het telefoontje af. Dankjewel hoor. Oké. Okay, doei. Dag. Zo. Nou. En wij maar denken, die bingo die valt niet. Nou, het is 66e nummer, dus dat is wel veel. Dat is wel heel spannend dan gebleven. Ja. Maar het kan zijn dat er meer mensen bingo hebben, toch? Ja, dan kunt u tussen 3 en 4 nog even bellen. En ik zeg al, iedereen die bingo heeft, heeft prijs. Ja, dus alvast gefeliciteerd. Want ik spreek u dan niet meer, maar dan toch gefeliciteerd. Het is weer tijd voor een liedje. Echt waar? Ja, Jean. Wat gaat de tijd om? Je mag weer aan de bak, ja. Ik ga zo graag aan jou wachten. Ja, nou zeg. Dan ga ik je verlaten. Ogenblikje. Ik ga je verlaten, want Kees komt zo hier. Ja, dankjewel Marion. Oké. Okay. Dag Marion, tot straks. Kees, ik ben het op tijd hè. We gaan het een klein beetje over Kees hebben, dames en heren. Waar heb ik Kees ooit eens ontmoet? Wel nu, dat was in een swamp. In een moeras. Bij Quebec was het geloof ik hè. We waren lekker aan het, nou goed, niet te veel erover vertellen. Een muziekje à la Cajun. Je mag erop dansen thuis, natuurlijk. Polonaise, mayonaise, maakt niet uit. Victor, dat wacht. Het heet Goodbye Joe. Je kent het vast. Goodbye Joe, he gotta go, me on my own. He gotta go for the piro down the bayo. Is the one, the sweetest one, me on my own. Well, son of a gun, we'd have big fun on the bayou. Well, jambalaya, rough fish pie, filet gumbo. For tonight, I'm gonna see my Sherimio. Big guitar, filled two jars, as a yayo. Well, son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt. Omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt een speelplaats. Dit is een lied alleen voor kinderen. Het is gisteren gemaakt. Omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trappenhuis wordt een speelplaats. Ergens hoor je kinderen tellen. Hey, je telt mee 8, 9, 10. En je hoort al die jaren. Al wie niet weg is. Is gezien. Een klein stukje eigen tekst. D
Diddle-dee-diddle-dee-di-di-da. Oh, diddle-dee-diddle-dee-di-da. Zing maar mee thuis hoor, dames en heren. Uit Wonderborst. Geweldig, goed gedaan hoor. Oh, diddle-dee-diddle-dee-di-da. Nog één keer. Oh, diddle-dee-diddle-dee-di-da. Zelfs Victor zingt mee, onze geluidsman zingt wel mee. Nee, genoeg, genoeg, pik op genoeg. Dit is een lied alleen voor kinderen. En voor Paola natuurlijk. Ja. Ja. Wat ben ik zonder jou? Precies, ja, niks. Nee, ik had Stars aan zonder Jane. Heetje zonder Heetje, tot straks. Het kind in mij, zullen we maar denken. Dankjewel, Jean. We gaan naar Kees. Ha? Hoi. Raad het woord. Raad het woord, ja. Ik mis alle attributen. Ja, ik kon er niet zoveel bij verzinnen. Nee, ja, nee, dat is echt... ik wou een leuk schilderijtje meenemen. Ik denk dat is een olieverfje. Dat gaat weer schitteren in het licht. Ja. Nee, ik heb wel een attribuut. Ik kan, mijn water zou ik zo... Dat is iets, ja. Ja. Oké. Okay. We hebben ook een wat lastige quiz, denk ik, voor mensen. En het is jammer, ik heb een kwartiertje. Ik denk dat ik al tijd van TV West ga pikken. Nee. vandaag voor de kijkers, we gaan het vandaag hebben in het verlengde eigenlijk van Gene. Want die zong als eerste over de zee. En dan nog natuurlijk over moerassen in Canada, Amerika. Wij gaan het hebben over Hollandse waterwegen, rivieren en kanalen. Dat zijn, daar krijgt u vragen over gesteld. En ze zijn niet te moeilijk hoor. Het woord raden, dat is misschien iets moeilijker. We hebben dus het onderwerp rivieren waterwegen. Dan gaan we terug naar de tijd dat alle verkeer eigenlijk van handelsproducten en mensen plaatsvond over het water. Heel weinig mensen reisden over land omdat het gevaarlijk is. Daar kom ik zo nog op terug. En heel veel Hollandse steden ontwikkelden zich vanuit een handelsnederzetting aan de oevers van die rivieren. De oplossing van vandaag heeft ook direct te maken met rivieren. Al zullen we de oplossing, en dat is dus wel een hint, al zullen we de oplossing in ons vlakke Nederland zelf niet snel vinden. Dat is een belangrijke aanwijzing, want het quizje vandaag is dus wel, zoals ik zei, pittig. De oplossing van vandaag bestaat weer uit 8 letters. U krijgt vandaag dus weer 8 vragen voorgeschoteld, waarbij u van elk antwoord de eerste letter neemt voor de oplossing. Na de 5e vraag, ik zeg het nog eens, na de 5e vraag kunt u voor de oplossing bellen. Dus niet eerder. Ik geef dat straks ook nog een keer aan. Dat is allemaal om de technische problemen te voorkomen. De winnaar van vandaag krijgt geen themapakket, want dat heb ik de laatste weken gehad. Maar weer een ouderwetse boodschappenpakket, zoals de winnaar van de bingo. Ja. Dan ga ik beginnen met de vraag over de rivieren. Het eerste antwoord dat ik zoek, dat we zoeken, is een kanaal. Voor de mensen die van ver buiten de regio Den Haag kijken, en die zijn er echt wel wat, is het misschien wat moeilijker, maar het is hier in de regio. Want het kanaal loopt van Leiden via Leidschendam, Voorburg en Rijswijk naar Delft. Vanaf Delft gaat het kanaal verder onder een andere naam, Delftse Schie, richting Rotterdam en Schiedam, waar het in de Maas uitkomt. Het kanaal van Corbulo, in opdracht van de gelijknamige Romeinse veldheer Corbulo, gegraven in 47 na Christus, zo lang, volgde gedeeltelijk dezelfde route als het kanaal waarvan we nu de naam zoeken. In de 12e eeuw is dit kanaal gegraven als ontwateringskanaal en een verbinding tussen de Oude Rijn en de Schie. Het kanaal van Corbulo was toen al geheel verzand. Op de plaats van de huidige sluis bij Leidschendam lag tot halverwege de 17e eeuw een overtoom. En een overtoom, dat is een soort dam die in een rivier werd gebouwd. Die was noodzakelijk voor het waterpeil. En daar moesten boten helemaal overheen worden getrokken. De oude Grieken hadden dat al, zo'n diolkos. En er werden boten over bomen heen getrokken. Gerold. Ja, gerold, ja. Ja, bij de Golf van Korinthe. Misschien ken je het wel bij Korinthe. Maar de vraag is natuurlijk, wat is de naam van het kanaal dat we bij deze vraag zoeken? De naam betekent letterlijk, bijna gezegd, stroom. Dus wat is de naam van het kanaal hier bij Leidschendam? En daarvan neemt u de eerste letter. Ga ik gelijk verder met vraag 2. Als antwoord op deze vraag zoeken we de naam van een bekend historisch vervoermiddel uit de 17e eeuw. Een boot. Als voorloper van het stoomschip werd deze boot voortgetrokken door paarden. De dienstregeling van deze vroege vorm van openbaar vervoer was opmerkelijk efficiënt geregeld en oogste internationale lof. De eerste officiële route in de Republiek was het traject Amsterdam-Haarlem dat in 1631 openging.
Maar het fenomeen bestond al 60 jaar eerder tussen Brussel en Willebroek en later ook Antwerpen. Uit documenten weten we dat Willem van Oranje bijvoorbeeld in 1577 deze route bevoer. Het mooie van de boten, of beter schuiten, daar kom ik zo nog op, was dat ze een comfortabele manier van vervoer boden. Per paard en wagen reizen was oncomfortabel door de onverharde wegen natuurlijk en de houten wielen, maar ook gevaarlijk door struikrovers. Verder konden per boot veel passagiers, zo tussen de 25 en 35, maar ook veel lading mee worden genomen als bagage, handelsproducten en post. In de 17e en 18e eeuw reisde slechts 6% van de reizigers over land. De schippers van de boten pachten de boten meestal van de gemeente. Rond 1700 kostte dit zo'n 11 stuivers per reis, waarvan 5 belastingstuivers. Voor het vervoer maakte men gebruik van bestaande sloten en kanalen die doorgaans zo'n 20 meter breed en enkele meters diep werden gemaakt. Dus daar hadden ze natuurlijk die belastingen voor nodig. Ja. Naast het water werd een jaagpad aangelegd waarover het trekpaard liep die het schip door het water trok. De ruiter op het paard, vaak de zoon van de schipper, noemde men jagertje ofwel snikjong. Erg hard ging het niet, zo'n 7 kilometer per uur. Vaak werden de paarden halverwege de reis dan ook nog vervangen door een frisser dier. Daar stond ook meestal een herberg op. Voor een verfrissing voor de reiziger zelf of om een vermoeiende reis te onderbreken voor een overnachting. Op de boot bestonden, net als nu bij de trein, 2 klassen. De eerste klasse passagiers die zaten achter op het schip in een houten hut en wie vooraan zit, die zat onder een dekzeil. Buitenlanders die klaagden enorm over het pijproken, want zowel vrouwen als mannen rookten ontzettend veel pijp om de tijd door te komen en te keuvelen natuurlijk. En daar hadden ze een bloedhekel aan. Kussens moest je extra voor betalen. Maar wat grappig is om te vertellen ook, is dat visvrouwen bijvoorbeeld, als die mee wilden, betaalden ze dubbele tarief, omdat ze zo stonken. En dat was wel sneu, want daardoor gingen ze ook niet mee. Daarom mensen natuurlijk. Konden ze met die rook die stank. Ja, precies. Stank. Misschien dat, hè. Dat zal het zijn, ja. Wat is de algemene benaming voor de schuiten of boten waar dit verhaal over gaat? Het was een beetje een lang verhaal, maar de volgende vragen worden korter. Dus van de naam van die schuiten neemt u weer de eerste letter. Gaan we verder naar vraag 3. Bij deze vraag zoeken we de naam van een bekende gekanaliseerde rivier. Dus eigenlijk dubbel op, in het zuiden van Noord-Holland. Voor een deel ligt die op de grens met Zuid-Holland en Utrecht. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat de rivier mogelijk al een voorganger had in de vorm van een kreek die aftakte van het oerij, dus het vroegere IJ bij Amsterdam. Na enkele stormvloeden in de 12e eeuw, waarvan vooral de Allerheiligenvloed in 1170 en de Sint-Nicolaasvloed in 1196 een grote invloed hadden, kwam de rivier via het IJ en de Zuiderzee in open verbinding te staan met de Noordzee. Toen was dat allemaal opengebroken, eigenlijk heel Noord-Holland. Daardoor nam de wateroverlast langs de oevers van deze rivier toe en begon men dammen en dijken te bouwen. In het derde kwart van de 13e eeuw werd ook een dam aangelegd onder de huidige dam, daarom heet hij ook zo, in Amsterdam. Vandaar en langs de aangelegde dijken ontwikkelde zich een handelsnederzetting die uitgroeide tot de stad Amsterdam zoals we die nu kennen. In de 17e en de 18e eeuw stonden er veel buitenverblijven van rijke Amsterdammers langs de rivier, maar de meeste hiervan zijn inmiddels verdwenen. Nu eindigt de rivier waar het over gaat op het Muntplein in de binnenstad van Amsterdam. Maar via duikers onder het gedempte deel van het Rokin, de dam en de damrak, ik praat slecht zeg, stroomt het water nog steeds het IJ in. Het meeste water wordt echter via de grachten omgeleid. Over welke rivier hebben we dat? En dat moet ook een makkie zijn, want daar is eigenlijk de stad naar genoemd. Dus welke rivier gaat dit? Dan gaan we gelijk door met vraag 4. Bij deze vraag, dus na deze vraag komt 5, gaat nog niet bellen. Als het nu weet, het is een woord van 8 letters, maar gaat nog niet bellen. Bij deze vraag zoeken we de naam van de Nederlandse rivier die vanaf Wijk bij Duurstede de voortzetting vormt van de Nederrijn. En zich bij Kinderdijk, dat bent u vast wel eens geweest met ons, met de BBD, verenigt met de Noord, zo heet dat stuk waterweg. Het zijn een paar namen, maar dat moet even. Als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort, richting Noordzee. De lengte bedraagt zo'n 62 kilometer. Rond het begin van onze jaartelling werd de rivier een belangrijke zijtak van de Rijn voor de afvoer van het Rijnwater. Nu staat de rivier onder meer via het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal in verbinding met andere waterwegen, waaronder die Rijn. Aan de rivier liggen geen grote steden, maar wel een aantal bijzondere historische plaatsen als Wijk bij Duurstede, Culemborg en Schoonhoven. Zo, heel veel namen en wellicht een moeilijke vraag. Ik krijg er dorst van, maar het is gelijk voor u een beetje een aanwijzing dan voor het antwoord. Ik zou graag wat water nemen, maar ik weet niet of de cameraman het ziet. Het gaat niet zo goed met een bekertje als dit. Aha. Ja. Dat maakt. Oh, je hebt een letter nu, hè? Nou heb ik tenminste ook een letter. Nou heb je ook een letter. Dan ben ik toch slecht in de topografie.
Dan gaan we verder met vraag 5. Na deze vraag kunt u bellen voor het antwoord. Als antwoord op vraag 5 zoeken we de naam van een constructie waarbij een waterweg, dus een kanaal of een rivier, een verkeersweg bovenlangs kruist. Dus je moet je voorstellen, hier is de waterweg en onder gaat het verkeer. Het verkeer per auto. Nu is het vooral een begrip in de waterbouwkunde. Maar in de dergelijke constructies stammen al uit de oude Romeinse tijd en dienden toen als aanvoerleidingen van drinkwater. Het voordeel van zo'n constructie ten opzichte van een brug, tenzij dat de brug dan tientallen meters hoog is, is dat het verkeer op het water en het wegverkeer elkaar ongehinderd kunnen kruisen. Een nadeel vormen de hogere aanlegkosten. De vraag 5 is dan, hoe heet een dergelijke constructie? Bij Leiden Burgerveen vinden we zo'n constructie. En de naam die ik zoek is ook de letterlijke vertaling van waterleiding in het Latijn. Dus hoe heet zo'n constructie? Dus nu hebben we 5 vragen gehad. Er is nog niemand die belt, want het is ook een lastig woord. Een woord van 8 letters. Het heeft te maken met water en rivieren. En het is iets wat u in Nederland niet zo snel zult vinden. We hebben het bellen. Ik doe alvast even vraag 6. Dat is een hele korte. Als antwoord op deze vraag zoeken we de naam van een kanaal rond een polder. Een kanaal, of beter vaart, die rondloopt. Het waterpeil van de vaart ligt hoger dan dat in de polder. Bij de drooglegging van polders, dus voornamelijk in de 17e eeuw, werd een dergelijke vaart aangelegd om het teveel aan water dat uit de polder weggepompt moest worden, op te vangen. De vaart is op zijn beurt weer verbonden met diverse afvoerkanalen. Hoe noemen we een dergelijke vaart die rondloopt? We hebben een beller. We hebben een beller. Met 6 letters zou het heel knap vinden. Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens mij weet ik de oplossing. Ja, met wie spreek ik? Je spreekt met Miranda van der Toorn. Miranda van der Toorn, oké. Okay. Wat is de oplossing, denk je? Ik hoop dat het waterval is. Nou, ik vind het echt ongelooflijk knap. Ja? Ja? Nee, dat had ik niet verwacht. Was jij er al, Paula? Nee, ik... Nee. Nee? Nou, hartstikke leuk. Ja, heel knap. Super. Had je de laatste letter ervoor nodig? Nee, want daar wist ik het antwoord eigenlijk niet van. Dat was een aquaduct. Oh ja. Oh, ik dacht water, ben goed, viaduct, maar... Nee, het is echt uit Latijn. De Romeinen zeiden aqua voor water en duct voor leidingen. Doucere. Ja. Ja, maar dan wordt het nog knapper dus, als je dat dan met vier antwoorden. Met 5. Nou, ja, met 5. Het komt door de aanwijzing van die meneer, dat hij zei, het komt niet voor in ons vlakke land. Ja, ja, ja. En toen hij water ging drinken, ik denk, nee, een waterval. Nou, dat ben jij die zo was het helemaal de bedoeling, maar we zijn blij dat het ook lukt. Anders zaten we hier over een half uur nog. Hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd. U krijgt een boodschappenpakket. Er wordt contact met u opgenomen, geloof ik, straks. Hè? Ja. U kunt een beetje opgeven wat u leuk vindt om te krijgen. En, echt heel knap dit. Ik had het niet verwacht zo snel. Gelukkig. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Tot de volgende keer. Doeg. Oké, tot ziens. Doei. Dan moet jij nog even alle antwoorden oh, geven. Ja. Hè? Ja, want, ja, het is een beetje slordig allemaal. Hè? Ja. Ik geef even heel snel de antwoorden. Het kanaal wat hier langs Voorburg stroomt, heet Vliet. Oh ja. Die boten of schepen, schuiten, die mensen waar mensen mee werden voortgetrokken, dat waren trekschuiten. Ja. De rivier die naar Amsterdam toe gaat is de Amstel natuurlijk. En dan hebben we nou de rivier die we zochten met het water, dat was de Lek. En dan vraag 5 zou het aquaduct zijn geweest. En vraag 6 die ik net heb gesteld, dat heet een ringvaart. Dus een vaart die rondom een polder is geplaatst, gesitueerd. Dan had ik nog 2 vragen. 1 vraag, een vraagje over de Waal. En nog een vraagje over de Eems. Dus u kent wel de rivier die eigenlijk niet door Nederland stroomt, maar een grens vormt met Nederland in Groningen bij Delfzijl en dan de Waddenzee inloopt. Dus dat zou de letter zijn geweest. De W en de E kregen er nog bij. En dan had je waterval kunnen maken. Ja. En die vrouw heeft het heel snel gedaan. Dus ik vind het knap. Goed hoor. Ja. Ik dacht ook, als ik thuis had gezeten, had ik alles even opgezocht. Op maar ja, ik vond het weer goed in elkaar zitten. Dankjewel. Ja, is goed. Ik vond hem wel moeilijk. Hij was moeilijk. Maar goed, dat dacht ik dus ook. Maar ik kon niks googelen, dus dat scheelt dan. Ja. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Nou, volgende keer weer meer. Ja. Nu nog als afsluiter kom jij, hè? Ja, ik wil even nog, voordat je mag zingen, voordat we je loslaten,
wil ik nog even alle winnaars feliciteren. Dus chapeau, maak er een feestje van. Bestel iets leuks in uw boodschappenpakket. U weet, als u mee wilt doen, hoe u zich aan moet melden. Het telefoonnummer 070-364-6661. Dat kan maandag tot en met woensdag, zeg ik het goed. Maandag in principe wel, ja. Maar we zijn wel soepel, hoor. 'S Morgens, ja. Tot 1 uur. Kunt u bellen en dan opgeven. En dan krijgt u zo'n pakket thuisgestuurd. Ik geloof met ooievaars pas 2,50 en zonder 5 euro. Dus, Per maand. Per maand. Dus, en kijk wat je ervoor kan winnen. Wat je terug kunt krijgen. En ook nog eens een leuk uurtje. En als u nou denkt, nou, ik wil heel graag winnen. Ik wil meer kans maken. Dan kunt u ook nog een reactie insturen. Dus uw reactie van de week kan ook een boodschappenpakket opleveren van 35 euro. En dat kan per brief of per e-mail. En dan kunt u zeggen wat u van het programma vindt of wat u daarvan vond. Suggesties geven welke onderwerpen u graag behandeld wil hebben. Welke artiesten u wil zien. Kijk, nu krijgt u gewoon Jean nog een keer, maar dat is ook leuk. Maar goed, het kan ook zijn dat u denkt, nou, ik wil graag die en die horen en daarnaar kijken. Dus dan kunt u dat insturen en dan kan dat misschien heel goed geregeld worden. Dus bedankt namens iedereen hier alvast voor het kijken en voor het meedoen. Volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, andere presentator. Maar dat wordt vast ook leuk. Nee, er wordt niks aan. En om het af te sluiten, Jean Travis met welk nummer? Nou, even een klein verhaaltje. Oh, oké. Okay. Het is mijn nieuwe single, dames en heren, single CD, de A-kant ervan. En het is een kerstliedje. Oh. U zult denken, het is november. Nou, lekker op nu, tijd, hè? Ja, weet je wat er komt, Paola? Nou. Het is november, maar ik ben mijn tijd ver vooruit. Oké. Okay. Het heet It's Gonna Be a Blue Christmas. Ik zou zeggen, koop die cd alsjeblieft, dames en heren, want ik moet mijn Porsche afbetalen. Victor, onze geluidsman. Victor, applausje waard. Ja. Gonna be a blue, blue Christmas without you. It's gonna be a blue, blue Christmas and I don't know what to do. Well, ever since I left home, baby, I've been driving like crazy. It's gonna be a blue, blue Christmas without you. Oh, and the snow is falling down and the rain is all around. Rudolph is on his way and I'm driving home. I'm gonna stay. It's gonna be a blue, blue Christmas, oh, without you. It's gonna be a blue, blue Christmas and I don't know what to do. Ever since I left home, baby, I've been driving like crazy. It's gonna be a blue, blue Christmas without you. It's gonna be a silent night if I can squeeze and hold you tight. When the snow is falling down I'm driving home, I'm gonna stay. It's gonna be a blue, blue Christmas, oh, without you. It's gonna be a blue, blue Christmas, and I don't know what to do. Ever since I left home, baby, I've been driving like crazy. It's gonna be a blue, blue Christmas without you. Dames en heren, mochten we elkaar niet meer zien voor kerst. Happy Christmas en Happy New Year. En je weet, tot ziens. Dank u. Ja, leuk binnenkort.